Zeg maar hoi tegen het internet. Hoi tegen... Hi, is het het internet? Daar heb ik wel eens van gehoord. Hi, internet. Hallo mensen op Biontown, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe Rick's Avonturen. Vandaag staan wij bij Studio K in Amsterdam. Wij zijn hier namelijk voor de première van de nieuwe serie Taart. De serie is vanaf 7 september te zien op NPO 3. Iedere ochtend om 9 uur. Je kan hem al eerder zien op de link in de beschrijving. De komende afleveringen iets eerder uit. Het zijn 8 afleveringen. Wij hebben net de eerste 3 afleveringen gezien. Gaan zo even lekker wat interviewtjes doen met wat mensen van de cast. Ik ben zelf redelijk onder de indruk van de serie. De serie is een beetje een hedendaags sprookje. Het gaat over vader Umut en zijn zoontje Kadir die samen de zoete kant van het leven ontdekken. En wij gaan nu wat mensen interviewen. Leuk! Ik speel Bakker Theo in de serie. Theo doet zijn naam eer aan. Ik vind Theo zo'n naam van bam. Dat is zo'n naam. En deze man is ook bam. Of hij is vrolijk, of hij is verdrietig, of hij is boos, of hij... Er zit verder niks tussen. Een eerlijke bak. Een van de eerste scènes die ik van jou zag was voor mij dat jij een scène had dat je heel lang achter elkaar ging lachen. Kun je dat goed? Met zo'n hele enge, lange lach. Als het moet? Ja, het moet. Dit moet. Het is voor het internet. Misschien wel de belangrijkste vraag. In de serie had je een hele dikke baard. Waarom heb je die eraf gehaald? Omdat het zomer werd. En voordat de vogels in gingen wonen, dacht ik, dan scheer ik hem er maar af. Ja, ik kan zelf geen baard groeien, dus ik ben natuurlijk super jaloers. Maar nog niet? Of, We zijn echt aan het beginnen, voel maar. Ik speel juf Merel. En juf Merel is een hele lieve juf, maar ze kan niet zo goed orde houden in de klas. En ze stottert een beetje. Is dat moeilijk, stotteren acteren? Nee, valt wel min mee. Maar ik heb... Ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Ik had wel gehoopt dat je in stotter zou antwoorden, dat doe je wel goed. En we spraken dus net met de persoon die Bakker Theo speelde en ik vond dat hij zo mooi zo'n lach kon acteren. Dus ja. Kan je dat misschien ook een keer proberen? Nou, ik ben geen acteerkanon hè jongen, dat gaat niet zomaar. Je gaat geen lach acteren? In leven. Moet ik een grap vertellen? Moet wel een hele goede grap zijn. Sorry, die heb ik dan weer net niet. Wat wil je vragen? Ik heb toch wel dingen gevraagd. Wat voor kanaal zijn jullie? Ga je naar mij interviewen? Ja. Vond je de serie leuk? Ik moet eerlijk zijn, ik ging erheen met de verwachting van jeugdserie, ik ga er echt geen bal aan vinden, maar uiteindelijk vond ik het echt super leuk. Jij weet hoe het afloopt. Heb je een tipje van de sluier? Nou, ik kan jullie vertellen dat het de moeite loont om de 8 afleveringen uit te kijken. We staan dus momenteel heel gezellig op de première met allemaal leuke mensen. Maar er zit er één heel willekeurig iemand op een fiets heel verdrietig voor zich uit te kijken. Dus ik ga even vragen hoe het met hem gaat. Waarschijnlijk slaan, maar dat is niet erg. Goedendag. Alles goed? Ik had een vraagje voor je. Als ik een taart was, hoe zou je me versieren? Gewoon versieren. Versier me dan. Waarom? Vind je me niet mooi? Nee. Doe je hier? Zitten. Waarom? Gewoon omdat ik wil zitten. Ik ben moe. Hi, ik ben Corny Wilhelmus en ik speel de bloemenvrouw, de hartsvriendin van Kadir. En wat jij nou zo'n leuk karakter maakt, dus je bent natuurlijk een bloemverkoper die allergisch is voor bloemen. Ze heeft een klein probleempje, ze is heel... Beetje allergisch voor bloemen. Ik ben Gürkan Küçüksen Türk. Ik speel de rol van Umut. Ik ben Harvey Elgut en ik speel Kadir. Hoe oud ben je? In het echt ben ik 10 en in de tv-serie ben ik 9. Voor iemand van 10 kun je echt gigantisch goed acteren. Ik doe het je niet na. Krijg je dan ook veel dames als 10-jarige acteur? Niet echt. Hij moest wel een paar keer op de set handtekeningen uitdelen, hè? Aan de meisjes. Ja. Dus jullie hebben wel een heleboel fangirls? Die had echt hoorde zo'n meisjes achter zich aan. Ik denk dat dat mijn vragen waren, dus hartelijk bedankt. En misschien voor de kijkers thuis, wat moeten ze doen? Kijken op zondag 7 september. Heb je nog een tipje van de sluier, komt het goed naar aflevering 4? Ik hoop het, ik weet het niet. Ik zou zeggen kijk en ik kom erachter. Wil je iets kwijt aan de mensen thuis? Nou, doei en kijk hè. Hij is zo schattig deze jongen. Vanaf 7 september elke zondag om 9 uur op de NPO 3 de jeugdserie Taart. Check ook vpro.nl/taartactie en maak kans op een kookboek van de serie.